We vroegen al eerder uw hulp bij het oplossen van de moord op Mahdi Heesbeen. De politie heeft vragen over deze scooter, die mogelijk een belangrijk aanknopingspunt is. Van wie is deze scooter? Of wie heeft erop gereden? Ook mensen die zich herinneren dat ze deze scooter hebben aangepast of gerepareerd, wil de politie heel graag spreken. Het kan ook goed zijn dat deze scooter in de periode voor de dood van Mahdi Heesbeen ergens heeft gestaan. Heeft iemand dat gezien? Bel alle informatie door naar de tiplijn 0800 60 70. Anoniem tippen kan op 0800 7000.